Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilayda Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Je kunt ook een bedankje sturen. Hieronder aan de video zie je de button bedankt. Hiermee kun je mij een cadeautje geven als je het waardeert en het leuk vindt wat ik allemaal voor video's maak. Nou, lieve mensen, alvast enorm bedankt. Ik hou echt heel veel van jullie. Ik krijg heel veel leuke, lieve cadeautjes. Ik heb er geen woorden voor. Het ontroert me. Ik moet er soms zelfs traantjes van laten. Omdat ik denk van, wauw, ik wil jullie echt zoveel moois nog meer geven. En ik ben er gewoon heel erg gelukkig om. En dankjewel. Het is super lief. Lukt het nou niet via YouTube om een bedankje te sturen? Dan kan het hier onder in de reacties. Heb ik een link gezet. Ook in de beschrijving van de video. Om het op een andere manier te doen. Nou, lieve mensen, het is vandaag maandag en vandaag op maandag doen wij de citaten en vragen en antwoorden van de meesters van het Verre Oosten. Nou, ik ben bij citaten 21 ben ik gebleven. Ik doe altijd twee citaten. Weet ge niet dat Christus in u is en in iedereen woont? Weet ge niet dat uw lichaam rein, volmaakt, eeuwig, jong en schoon in één woord goddelijk is? Weet ge niet dat God u heeft geschapen als een volmaakt beeld en gelijkenis van zichzelf en uw macht over alle dingen gegeven heeft? Gij zijt in uzelf altijd de Christus, met altijd het licht. Gij zijt rein, volmaakt, heilig, goddelijk, één met God. God heeft u geschapen naar een volmaakt beeld en gelijkenis van zichzelf. In uzelf zijt ge de Christus. Ge zijt rein, heilig, één met God. Ieder kind heeft recht op het zoonschap. Liefde is door degene die haar kennen het hoogste in de wereld genoemd. Ik voeg eraan toe dat het de grootste genezende kracht is. Liefde schiet nooit tekort. Wanneer Gods eeuwige, onveranderlijke stroom van liefde niet gekeerd wordt door de slechtheid en de onharmonische denken van de mens, dan vloeit zij steeds voort. Liefde is de volmaakte vrucht van de geest. Zij schrijdt voort de wonden der mensen verbindend. Onblusbare liefde van God omringt u aan alle kanten. Sprak hij niet, voor zij roepen, zal ik antwoorden. Door liefde te hebben, zetten wij Gods onbegrensde schatkamers wijd open. Wanneer we lief hebben, kunnen we niet anders dan geven. En geven betekent altijd winst. En zo wordt de wet der liefde vervuld. Zonder aan ontvangen te denken, kunnen we niet anders dan ontvangen. Mooi. Wanneer wij in de geest der liefde handelen, hebben we God in ons bewustzijn. Gods wetten zijn onveranderlijk en weldadig omdat zij goed zijn. Wanneer we daarmee in harmonie leven, worden zij de grondslagen waarop onze gezondheid, ons geluk, onze vrede en ons evenwicht, ons succes en ons geestelijke bezit bouwen. We zien de mensen steeds van het een naar het andere grijpen in de hoop dat zij bevrediging of rust zullen vinden. We zien hen dingen najagen om slechts te merken dat ze onbevredigd zijn. De mens heeft recht, alles in zichzelf, de grote meester Jezus, trachtte dit allen te doen inzien. Jezus was niet anders dan u en had geen grotere macht. Hij deed zijn werken omdat de goddelijke vonk die in ieder mensenkind is, aangewakkerd was. Doordat hij zich in bewuste verbinding hield met God in hem. Het vaderhuis is hier. Het is de goddelijke alomtegenwoordigheid waarin wij leven. En het staat er ook letterlijk allemaal ook in die Bijbel. Hè? Ik snap niet dat mensen het niet begrijpen. Ik snap het gewoon niet. Ze lezen eroverheen. Dus het staat er letterlijk in. Ik ga het jullie allemaal vertellen. Het is echt gewoon bizar. Als we de blik op God gericht houden, kan ons niets slechts overkomen. Als we ons geheel tot hem wenden, genezen wij van ziekte en zwakheden. Jezus had met zijn lichaam kunnen verdwijnen, maar hij gaf er de voorkeur aan te bewijzen dat, wanneer het geestelijke lichaam ontwikkeld is, geen ongeluk of fysieke conditie het kan vernietigen. De anderen herkenden hem niet, omdat hun bewustzijn niet werkte op het plan waarop zij hem konden zien. Dus je bent niet op die frequentie dan. Als jij nog in een laag frequentie bent, dan zie je bepaalde dingen niet. We hebben het mooiste verschil.
of het mooiste voorbeeld kun je echt zien aan die hele coronatijd. Hoe bijzonder was dat, waar we nu dus op kunnen terugkijken, dat jij het zag en dat die andere het niet zag. Dat was natuurlijk niet mooi, maar ik bedoel het verschil. Nu kan je zien dat het echt zo is. Er zijn dus echt mensen zo diep gehypnotiseerd en zo zijn wij nog steeds ook, wij, jij of ik, gehypnotiseerd als je nog steeds die werken niet kan, die je nu nog niet kan zien, omdat je ze nog niet begrijpt. Ja? Je begrijpt ze nog niet, je ziet ze niet. Dus overspoel jezelf met dit soort dingen en je zult het gaan zien. Je gaat dingen zien. Ik kan die moleculen nu al zien. Ik kan ze zien. Ik zie ze bewegen. En nu is het de bedoeling dat ik er macht aan ga geven, dat ik daar controle op uitoefen. Ja, en zo kan jij dat ook. Iedereen kan dit. Hoe mooi is deze tijd die we nu drie jaar geleden, dus afgelopen 3 jaar achter de rug hebben. Hoe mooi is dat om te zien hoe het bewustzijn in elkaar zit. En hoe je kan zien dat er verschillende frequentieniveaus zijn. Dat je de hypnoses nu kan zien. En dat die ander daar nog in zit. En dat jij daar dus heel anders, een heel andere blik hebt. Wow. Mooiste voorbeeld. Ja? Je kan er niet meer omheen. Het is een feit. Dus die mensen snappen het ook niet. Dat we het niet snappen. Of dat er mensen zijn die het niet snappen. En net als dan ik, echt waar. Als ik lees die Bijbel sinds kort weer opnieuw. Omdat ik het jullie nog een keer goed wil vertellen. Van nou, hè, waar zitten de valkuilen of wat. Maar je leest het keer op keer ook gewoon duidelijker in. Ja, dat hij na 3 dagen weer opstaat. Dat hij zijn lichaam weer vervolmaakt. Dat hij laat zien dat de dood niet bestaat. Het staat er letterlijk in. Ik snap niet dat mensen het niet snappen. En dat ze nog steeds die dood aanbidden. En dat nog steeds gezegd wordt, de dood is onvermijdelijk. Ze geloven het niet. Ze zien het niet. Maar ze gaan wel elke zondag naar de kerk. Ik snap het niet. Dat ze het niet snappen. En dat ze nog steeds denken dat er een hemel is daarboven in de lucht, terwijl de hemel hier boven in ons bewustzijn is. Daarom noemen we het ook gehemelte. En echt, hier staat het ook continu in, en ook in die Bijbel, en ook in al die andere geschriften. Ik ga ook de Talmud en al die dingen zal ik eens, jaren van lezen zal ik hier, zal ik voor jullie doen. Maar het is alleen maar interessant. Het is alleen maar interessant. Het is erg interessant allemaal, dat er gewoon de dingen, de feiten staan erin. En het wordt niet begrepen. En keer op keer staat er ook in. Hoe lichtzinnig bent u? Waarom begrijpt u het nog steeds niet? Hier staat het ook. Ik kan het hier het liefst wel met een brandijzer op uw voorhoofd ingraveren. Zodat u het nooit meer zult vergeten. Ja, het is wow. Weet je? Nou, Jezus had met zijn lichaam kunnen verdwijnen. Maar hij gaf er de voorkeur aan te bewijzen dat, wanneer het geestelijke lichaam ontwikkeld is, geen ongeluk of fysieke conditie het kan vernietigen. Hij liet het zien, hij liet het voorbeeld zien. Kijk, doe maar met mij. De anderen herkenden hem niet, omdat hun bewustzijn niet werkte op het plan waarop zij hem konden zien. Als zij hun bewustzijn verhieven, zullen ze hem herkennen. Toen herkenden ze hem. Tussen het materiële of zichtbare rijk en het geestelijke ligt het psychische rijk. Om bij het geestelijke rijk te komen, moet men door het psychische rijk heen. De psyche, het materiële, het vaste. De mens heeft een vrij... Oh ja, nou gaan we naar... Dus hè, dit hebben we net besproken. Dan gaan we naar citaat nummer 2. De mens heeft een vrije wil en schept datgene waarop hij zijn blik gericht houdt. Grote verscheidenheid was het gevolg. Nu begint de mens in te zien dat hij uit dezelfde bron is voortgekomen als alle anderen, en dat brengt hem nader tot die anderen. Het begint in te zien dat de ander een broeder is in plaats van een vijand. Nou, inderdaad, als je eenmaal gaat zien dat je uit dezelfde substantie komt, dan zie je het als eenheid. En dan kan je dus houden net zoveel van de ander als van jezelf, omdat je doorhebt dat je het zelf bent. En dat is niet omdat je al zijn gebreken van moet houden. Nee, het licht in die mens, ja, is altijd de bedoeling dat je dat beschermt, dat liefde, omdat je jezelf, omdat je het zelf bent. Je bent dezelfde substantie, dezelfde geest. Anders zou je jezelf vernietigen als je de ander vernietigt, want je bent dezelfde geest.
Hè, dat heeft niets met die gebreken te maken, omdat de ander nog steeds in dualisme leeft. Hè? Dus die ziet nog steeds dat de mens een ander mens een ander iets is. Maar het is diezelfde geest en dat kan je ervan houden. Nu begint de mens in te zien dat hij uit dezelfde bron is voortgekomen als alle anderen. En dat brengt hem nader tot die anderen. Hij begint in te zien dat de ander een broeder is in plaats van een vijand. Als hij dat volledig beseft en terugkeert tot de bron, dan zal hij de hemel gevonden hebben. Innerlijke vrede en harmonie, overal. Dan zal hij begrijpen dat hij zelf naar eigen verkiezen hemel of hel kan scheppen. De hemel heeft de mens wel juist voorgesteld, maar geografisch op de verkeerde plaats gezet. Nou, precies. De mens zal leren dat God in hem woont. En niet alleen in hem, maar in ieder ding om hem heen. Ieder moet zijn eigen leven tot ontwikkeling brengen. Dat kan niemand anders doen. Gods doel voor de mens is dat hij zich bewust zal worden het beeld en gelijkenis van God te zijn. Een zaadje kan alleen beginnen te groeien wanneer het stevig in de grond gestampt is. De goddelijke kracht in ons kan alleen dan een waarachtig verlangen vervullen, wanneer het vast in de menselijke ziel geplant. Wij moeten alleen weten, zoals Jezus wist, dat de vaste wens om zich uit te drukken de eerste geestelijke drijfveer is, die tot uitdrukking leidt. Men zegt wel dat de mens wikt en God beschikt. Het omgekeerde is echter waar, namelijk God wikt en de mens beschikt. Want wanneer de mens zich daarvoor openstelt, kan hij alles doen wat God doet. Kan de zoon niet doen wat de vader gedaan heeft? De mens moet zijn visioen trouw blijven en voorwaarts gaan. Niet aarzelen, wankelen, twijfelen. Alles behalve de waarheid moet opzij gezet worden. Jezus bleef trouw aan zijn visioen. Hij volgde standvastig zijn richtlijn, ook als zijn naasten zich ongelovig en trouweloos betoonden. Hem geschiedde naar zijn geloof en zo gaat het allen. Maar je kan ook niet meer afwijken. Dat is ook weer zo'n voorbeeld van die hele Kiona-periode. Als je het eenmaal weet, kan je er niet meer in mee. Dat kan gewoon niet. Als je het eenmaal doorhebt dat het zo'n grote leugen is, dan ga je er toch niet meer in mee. Dan blijf je automatisch trouw aan jezelf, aan wat je weet. Je kan er niet meer in mee. Het gaat gewoon niet. Dan ben je jezelf aan het verlogen. En de mensen die dat hebben gedaan, die hebben zichzelf dus letterlijk opgeofferd. Blind geloof gegaan, als blind geloof zich ingegooid. Maar als het geworteld is, dan kan je dat niet. Ja, als het geworteld is, kan je jezelf ook daar niet voor opofferen doen. Waarvoor zou je? Voor de ander? En dan alsnog weer die valkuil ingaan? Dat gaat niet. Maar als het nog wankel is en dat je weet het wel, maar je doet maar dit om de ander te pleasen. Ja, dat is een ander verhaal. Dat is blind ergens ingaan. Ja? Nou. Hij bleef trouw aan zijn visioen. Hij volgde standvastig. Ja. Al onze daden, gedachten en woorden moeten in overeenstemming zijn met het visioen. Wil het vorm kunnen aannemen. Al onze daden, gedachten en woorden moeten in overeenstemming zijn met het visioen. Wil het vorm kunnen aannemen. Mag de mens in het begin ook falen? Hij moet vastbesloten blijven en doorgaan. Ja, ook al faal je in bepaalde dingen, maakt niet uit. Je staat weer op en je gaat door. Je doet het weer opnieuw. Opnieuw, opnieuw, tot je het bereikt. En zo zie je ook, het zijn wel voorbeelden, weet je, voor mensen die voor het materiële plan bezig zijn om rijk te worden of succes te vergaren. Er zijn zat talloze duizenden mensen, ja, die rijkdom hebben vergaard. Na 100.000 keer gefaald te hebben. Allerlei soorten stormen op hun weg gekregen hebben. Toch zijn ze weer opgestaan. En zijn vastberaden doorgegaan om het te bereiken. En ze hebben het gekregen. Dus dat is ook met je goddelijke vonk, je goddelijke kracht, het bewustzijn, het christelijk bewustzijn wat in ons zit, om tot uiting te brengen. Doorgaan, 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 doorgaan. Je zal alleen maar slimmer worden. Nou, dit waren de twee citaten. Nu gaan we verder in het boek van de Meester van het Verre Oosten over de vragen en antwoorden. Nou, eerste vraag. Weet u iets af van iemand anders dan de meesters die volledig meesterschap over ouderdom en de dood verworven heeft? Antwoord. Ja, veel mensen hebben dit bereikt.
U kunt het zelf bereiken. Weet dat u er meester over bent en u bent het. Ik heb mensen echt zien verjongen. Ik ken er zo'n 60. Mensen die grijs van haar en oud van voorkomen waren. Zij lieten elke gedachte aan verjaardagen los. Elke gedachte aan ouderdom. En zien er tegenwoordig als ongeveer 40 uit. Ja, verjaardagen. Het woord zegt het al. Je bent verjaard. Weer een dag verjaard. Weer een jaar verjaard. Een beetje geboortedagen zeggen dan. Maar goed, het is inderdaad dat je elke keer het gevoel hebt dat je weer een jaar ouder wordt. Dat moet je loslaten. Wat kunnen we doen met kinderen wanneer... Oh ja. En ook het idee dat mensen altijd naar je leeftijd vragen. Daar word ik helemaal krankjorum van. Weet je wel? Ik zeg altijd, ik doe niet aan leeftijd. Ik vind het zo'n bullshit, onzin. Je wilt er ook niet eens meer mee geconfronteerd worden. Die onzin over dat meten. Ja, dat ze dan je gaan meten ook. Waarom moet je iemands leeftijd weten? Wat is daar nou zo boeiend aan? Ja? De kindjes allemaal nog een beetje klein zijn. Dat ze af en toe over leeftijden hebben. Dan denk ik, ja, nou, dat is dan nog wel... Zo voed ik mijn kind ook niet op. Want hij mag zo oud zijn als hij zelf wil. Als hij zegt, nou, vandaag is hij 10. Nou, prima, ben je 10. Weet je, dat is dat meten. Oh ja, dan kunnen we een beetje de intelligentie meten. Weet je, hoe oud is die? Oh, 6. Oké. Okay. Oh, 7. Oh, 8. Oh, 9. Oh, 3. Oh, 2. Oh ja, dan kun je zien hoe de ander ook erin staat. En als je continu moet zeggen hoe oud je bent, ook als je volwassen bent, waar gaat het over? Heel veel mensen hebben dat. De vraag is eerst naar je leeftijd en dan pas naar je naam. Of die naam komt soms helemaal niet als ze er überhaupt naar vragen. Die leeftijd is dan zo belangrijk, want dan kunnen ze een beetje meten. Oh ja, die ziet er nog jong oud. Of die ziet er oud uit. Nou, voor zijn leeftijd. Die weet ook nog niet veel voor zijn leeftijd. Die weet wel veel voor zijn leeftijd. Wat een gedoe met die stomme leeftijd, joh. Die stempels. Dus ja, nee, ik raad gewoon aan gewoon te zeggen van niks met leeftijd te doen. Ik ben tijdloos. En dan zijn ze toch aan het gissen. Hoe oud zou die nou zijn? Het is gewoon te hilarisch. Ik moet om heel veel dingen lachen. Ik weet eigenlijk om alles lachen. Hoe dommer het is, of hoe nozeliger het is, hoe meer ik moet lachen over bepaalde dingen. En ik zie overal de humor van in. Vraag. Wat kunnen we doen met kinderen wanneer ze naar school gaan? Waar ze het één leren, naar de kerk waar ze weer iets anders leren. Terwijl ze thuis van ons de waarheid leren. Zullen zij niet in de war raken dan? Antwoord. Nou precies. Je hebt natuurlijk, als ze naar school gaan, en ze gaan ook nog eens een keer naar de kerk... En dan ook nog eens een keer thuis wat anders leren? Nou, antwoord. U kunt uw kinderen zo helpen dat de waarheid hen niet in de war brengt. U kunt hele eenvoudige verklaring van waarheid aan de kinderen geven. En die zullen dieper inzinken dan welke andere verklaring ook. Zoals de Christus is diep in je. U zult zien hoe de kinderen er tenslotte op zullen reageren. Kinderen, velen van hen, hebben meer inzicht dan volwassenen zich realiseren. Nou echt, hoor, kinderen zijn zo slim, die snappen alles. Ze snappen alles. Vraag. In deel 3 verklaart u in feite dat we onze waarnemingen maar iets hoger hoeven te richten en we Jezus dan letterlijk kunnen zien als onze aandacht naar binnen gekeerd is. Nou, daar had ik het net over, hè? Over die frequentie. Dus als je op die frequentie van Jezus bent... of van welke profetie dan ook, als je hoger bewustzijn bent, dan kun je ze dus zien. Antwoord. Wanneer u de Christus ziet, zult u weten dat die hetzelfde is als Jezus. En dat Christus in iedereen woont. Het licht, hè? Christus is het licht, jongens. De scheppingskracht. Overal wanneer u met hem verbonden raakt. Vraag. Hebt u Jezus echt gezien en met hem gesproken, of was het een mentale verschijning? A. Antwoord. Nee, het was geen verschijning. De man is levend en echt en we kunnen hem fotograferen, zoals we u kunnen fotograferen. Vraag. Wanneer de mens in essentie een spiritueel wezen is en voortdurend het licht zoekt, hoe zal hij in staat zijn om in onze moderne tijd, nu er zoveel verschillende overtuigingen en leringen zijn en er zoveel tegenstand is, de waarheid te herkennen? Antwoord. Nou, inderdaad, er zijn, weet ik veel, 32. Wacht even, er zijn iets van 800 officiële geloofsovertuigingen, religies. En 3200 verschillende stromingen. Dat is niet normaal, hè?
bedoel, weet ik veel hoeveel mensen lezen uit de Bijbel en ze hebben een eigen stroming. En zoveel religies lezen uit de Bijbel of uit de Koran of weet ik veel wat. En er zijn weet ik veel hoeveel stromingen. Ja, want die vat het zo op, die vat het zo op, die vat het zus op. Antwoord. De mens is geest. Het is niet van belang wat voor tegenstand we tegen de geest in het geweer brengen. De mens is altijd. Daartegen is geen tegenstand mogelijk. Alleen onze gedachten bieden tegenstand. Vraag. Is het waar dat wanneer we de hulp van de Christus inroepen, hij bij ons is en dat hij ons hoort? Antwoord. Dit zijn zijn woorden hieromtrent. Doe een beroep op de Christus in u. Dat is dichter bij u, dat bent u. Doe een beroep op de Christus in u. Hij heeft er niets op tegen dat we een beroep op hem doen, omdat hij altijd met de mensheid bezig is. We begaan de vergissing dat we de Christus buiten ons zoeken. Doe eerst een beroep op de Christus in u, dus het licht in ons, altijd. Dan breidt die zich onmiddellijk over het hele universum uit en behoort alles wat we vragen ons toe. Doe dus een beroep op de Christus in u. Ja, dus de Christus, het licht in ons. Wij zijn het licht, het licht. Nou, lieve mensen, dit was weer vragen en antwoorden van de meesters van het Verre Oosten. We zijn aangekomen bij bladzijde 590, dus hoofdstuk 590 uit het boek. En dan 592 weer de vragen en antwoorden. Dus tot volgende week maandag. En bedankt voor alle lieve cadeautjes en de lieve reacties. En ik hou van jullie. En nou, alle liefde en lof voor jullie. En dat we nog meer gaan ontwikkelen. Dat we tot de hoogste toppen gaan die er maar bestaan. Love you.